Hoi, ik ben Bianca en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb de smaak weer te pakken hoor jongens. Ik vind het weer super leuk om video's op te nemen. Geen vlog vandaag, we gaan het vandaag even anders doen. Ik wil jullie eigenlijk meenemen in het proces van het opruimen van mijn bestekla. Ik ga hem jullie zo even laten zien. Maar de reden dat ik mijn bestekla ga opruimen, dat hebben jullie al gezien in de thumbnail. Dat komt omdat ik nieuw bestek heb. Ik heb een tijdje terug een oproepje gedaan op Facebook of mensen voor mij wilden meesparen voor het bestek van de Jumbo. Tante Ko kwam daarmee. Die kwam hier een tijdje terug even een bakje doen. En die zei tegen mij van, joh, vind je dat niet een leuk bestek? Die had dat weer via mijn moeder gehoord, geloof ik, dat ik daar misschien wel interesse in had. En dat was inderdaad zo. Ik vind het super leuk. Dus zij heeft het meeste werk voor mij gedaan. Dus shout-out naar Tante Ko. Heel leuk dat ze dat heeft gedaan. Ze heeft ook al die bestekjes voor mij gehaald en gedaan. Maar ook Suus bijvoorbeeld heeft heel veel zegels gegeven. Dus dat is ook super lief. Dus ik ga vandaag mijn nieuwe bestek in gebruik nemen. En dan zal ik jullie nu even laten zien hoe mijn bestekla er op dit moment uitziet. Dit is op het moment mijn bestekla. Nou, je ziet het al. Het is zoals jullie van mij gewend zijn. Een enorme rotzooi. Er zit een soort van systeem in. Hier liggen over het algemeen de vorken, de messen, de lepels, opschep, bestek, kleine vorkjes en lepels liggen hier. Kunnen jullie dat nog zien? Ja, hier. En dan heb ik hier nog, even mijn eigen hand zoeken, hier heb ik nog eierlepeltjes en dat soort dingen. En dan heb ik hier de grote messen. Die heb ik ooit ook eens via zo'n spaaractie, maar dan van de Hoogvliet. Dus ik heb dat inderdaad al wel vaker gedaan. Natuurlijk gaat niet alles weg. Maar wel de vorken, lepels, messen en de kleinere lepeltjes. Alles wat ik nieuw heb, dat ga ik vervangen. Dus wat ik nu eerst ga doen is dit er allemaal uithalen. Nou, zoals jullie nu zien is de bestekla helemaal leeg. Maar mag er wel even een doekje doorheen. Dus dat ga ik eerst even doen. Zo, de bestekla is zo goed als weer schoon. En dan ga ik eerst even de bestekjes terugplaatsen waarvan ik zeker weet dat ik ze ga bewaren. En dan heb ik het dus, wat ik al zei, over dit soort messen sowieso. Die gaan weer op hun eigen plek terug. Want die wil ik sowieso bewaren. Dan heb ik hier een avocado snijder, maar die ga ik wegdoen. Want deze kartels zijn echt heel scherp. Dus ik hou me er de hele tijd aan open en ik gebruik hem verder ook niet. Dan heb ik hier een flesopener die ik graag wil bewaren. Een houten spatel die altijd handig is. Een flesopener, die wil ik ook graag bewaren. Uiteraard de kaasschaaf. Alles gelijk even een beetje opwrijven met een theedoek. Dan ziet het er weer iets mooier uit. Dan heb ik hier, zo zie ik er ook tussen, mijn eierlepeltjes. Nou, die wil ik ook graag bewaren. Mijn eierprikker ligt altijd in de bestekla. Ik zie hier nog meer messen. Dus die ga ik ook weer in terug doen. Even kijken, wat heb ik er dan nog meer tussen zitten waarvan ik denk die wil ik zeker wel bewaren. Dat zijn deze van die maatschepjes. Altijd handig. Een jus-lepel. Nog een jus-lepel. Ik heb er geen twee nodig, dus dan bewaar ik deze en dan doe ik die weg.
opscheplepels die ik al had. Er zitten opscheplepels bij de nieuwe setjes. Maar ik wil nog wat extra opscheplepels ook hebben. Dus die bewaar ik. Deze ook. Deze vorkjes heb ik nog niet zo heel erg lang. Dus die wil ik ook bewaren. En als laatste wil ik deze roerstaafjes bewaren. Gewoon omdat ik die heel erg leuk vind. Die gebruik ik zelf altijd voor de koffie. Ik heb nog wat sleutels altijd in de bestekla liggen. Dus die leg ik er ook weer in terug. En dan heb ik voor de rest een hoop lepeltjes en dingetjes die allemaal weggaan. Ik heb één gouden lepeltje. En je zou zeggen, je hebt er maar één, dus doe die weg. Dat zou ik ook wel doen. Alleen deze heb ik van Laura en Roy gekregen. Rondom de bruiloft. Dus nee, die blijft. Die wil ik gewoon als aandenken bewaren eigenlijk. Nou, ik ga dit even uitzoeken op alles wat ik bewaar. En dan laat ik jullie zo even zien hoe dat geworden is. Zo, nou dit is het bestek van wat ik al had. Wat ik heb bewaard. Zoals ik al... Nou, er zijn hier die roerstaafjes. Hier de lepeltjes en de vorkjes die ik nog niet zo heel lang heb. Ik had nog een botermesje waarvan ik denk, ja, het is altijd handig. Opscheplepels. Stokjes. Een schroevendraaier. Hè, want ja, waar moet je die anders kwijt? Hier heb ik nog een kurkentrekker liggen. Ja, dat is eigenlijk het bestek wat ik had, wat ik wilde bewaren. Dus nu wordt het tijd voor het nieuwe bestek. En het nieuwe bestek is dit bestek van Casa Messa. Het is een pakje met daarin een vork, een mes en een lepel. En die ga ik nu even met jullie openmaken. Ze zitten netjes nog in het papier. We beginnen met de messen. En die zien er zo uit. Ik vind ze wel echt heel erg mooi. Dus de messen komen hier. Ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe ik het net had. Ik zou de video terug kunnen kijken. Sorry voor het gekraak, maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon nu bepalen hoe het komt te liggen. Dit zijn de vorken. Die komen hier. En je snapt het al. Dit zijn de lepels. Ook super mooi. En die komen hier. Ik heb van deze varianten geloof ik 6 setjes. Dus die ga ik even uitpakken en hierbij. Zo, ze zitten er alle 6 in. De lepels, de vorken en de messen. En daarnet had ik al zoiets van, hoe kan dat nou? Er is wat misgegaan, maar ik heb per ongeluk een verkeerd pakje opengemaakt. Daar kwam ik bij het mes achter. Ik wilde dit mes erin leggen. Toen dacht ik, dat is gek, dat is een stuk kleiner. Maar hiervan heb ik er dus ook 6. En dat is voorgerecht bestek eigenlijk. Dus die ga ik jullie ook weer even laten zien. Dit is daar het mes van. Eigenlijk is het volgens mij gewoon echt letterlijk de kleine variant van die ik al had. En daar zijn dit de lepels van. En die stop ik eigenlijk gewoon bij de grote variant. Want het is makkelijk te zien welke is. En zoveel plek heb ik nou ook weer niet in die bestekla. Dus dan wil ik dat eigenlijk gewoon op deze manier doen. En dit zijn daar de vorkjes van. Dus die ga ik wederom ook weer even uitpakken en indelen.
Oh, papiertje. Ook die liggen er nu in. Ik weet niet of je in de versnelling hebt meegeteld, maar het klopt. Het zijn er maar 3. Hier komen dus nog 3 pakjes van. Die waren nog niet op voorraad, maar ik wilde eigenlijk niet wachten met indelen. Dus van die kleinere bestekjes komen er bij ieder nog 3 bij. Dan heb ik 2 setjes met opschep bestek. Dus ik denk dat ik eigenlijk, nu ik het zo bedenk, deze daarvan weg doe. Dit bestek gaat overigens niet echt de prullenbak in hoor. Dit ga ik gewoon bij Laura in de kringloopwinkel brengen. Want hier kan natuurlijk gewoon iemand anders weer plezier van hebben. Want het is op zich nog heel erg goed. Dit is trouwens bestek van IKEA. Dat heb ik gekocht nog voordat ik hier kwam wonen. Maar omdat ik hier nu 2 setjes van heb, ga ik die gebruiken. Want anders wordt het wel heel erg vol. Dus dat zijn groot lepel. Wederom volgens mij gewoon de grote variant van de andere lepels. Ziet er niet echt heel anders uit. En ook de vork heeft, ziet er volgens mij redelijk hetzelfde uit. Alleen deze heeft dan wel, dat zie je niet, hier, dit loopt wat dieper, de middelste. En dat hebben deze vorken, hebben dat niet. Die gaat hierin. Nou, daar heb ik dus nog een setje van, dus die ga ik er ook even bij leggen. Dan even de check of de la nog dicht gaat. Nee, dat gaat hij niet. En dat komt in dit geval door de kurkentrekker. Dus die leg ik even andersom. Nog een poging. Ja, nou gaat de la wel dicht. Dus dat is heel fijn. Het enige wat ik er nu nog bij ga doen is dit. Dit zijn 4... Zitten er hier 4 in? Ja, dus 8 in totaal vorkjes en 8 in totaal lepeltjes. En ja, zal ik deze dan ook maar wegdoen? Nou, ik hou dit nog even. Ik leg het erbij. En als ik later nog denk van nou, het zijn er nu wel heel erg veel, dan gooi ik deze alsnog weg. Tenminste, dan breng ik deze alsnog naar de kringloopwinkel. Maar vooralsnog gaat dit er nu even bij. Even kijken hoe dit zit. Zo. Ja, deze zijn ook weer super leuk. Dus die kunnen hierbij. Zo, ik heb toch maar besloten halverwege om de oude lepeltjes en vorkjes eruit te halen. Want anders werd het me gewoon te vol. Dat vind ik niet mooi. Dus die gaan ook naar de kringloop. En dan is dit hoe nu mijn bestekla eruit ziet. Ik ben er wel heel blij mee hoor jongens. Ik vind het echt heel tof. Ik zal... jullie zien het natuurlijk eigenlijk op zijn kop, maar dat maakt op zich niet uit. Ik zal nog even een before shot en een eindshot laten zien. Zodat je weet hoe het er ook weer uitzag en hoe het er nu uitziet. Maar eigenlijk moet ik bekennen dat ik nog wat dingen erin kwijt moet slash wil. Want ik heb hier nog 2 scharen. Een kleintje en een grote. Nou zou dat kleintje hier mooi passen. Maar dan heb ik ook nog een grote schaar. En eigenlijk 2. Want dit is mijn bloemenschaar. Het is gewoon een schaar hoor. Maar ik gebruik hem om mijn bloemen mee af te knippen. En dit is dan mijn gewone schaar. Dus die wil ik eigenlijk ook kwijt. Maar dat vind ik altijd zo'n gedoe, want dit past niet echt, denk ik. Ik ga even kijken of die dicht kan. Oh, nee, maar dat komt niet door de
dit mesje ga ik ook wegdoen. Want het past niet meer. En deze ligt niet goed. Kijk, zo is het handig om dat wel even allemaal te testen. Hè? Of het allemaal wel dicht kan als je dit zo leuk bedenkt. Oké, nog een poging. Ja, zo kan die dicht. Dus dat is heel fijn. Dan blijven deze schaar. Ik vind er niet super mooi uitzien, maar ik wil ze toch ergens kwijt. En dan heb ik hier nog een schaartje, maar die doe ik dan weg. Ja, en dan is dit mijn nieuwe bestek. Ik wou zeggen bestekla, maar de bestekla is niet nieuw. Mijn nieuwe bestek. Ik ben er echt super blij mee. En ja, ik hoop dat ze lekker eten, maar dat zal wel goed komen. Zo, nou, dan hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden. Ik vond het in ieder geval een hele leuke video om op te nemen. Ik ga even deze zooi die ik jullie net even stiekem liet zien, ga ik opruimen. Het oude bestek even een beetje oppoetsen en in een tas stoppen. Zodat dat naar de kringloopwinkel kan. En dan is het weer helemaal gelukt. Nou. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat even weten of jullie dit soort video's ook leuk vinden om te kijken. Dan kan ik kijken of ik er meer van kan maken. Want ik heb nog wel wat dingen die ik kan opruimen. Dus ja, dan kan ik daar misschien ook wat video's van maken. Bedankt voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer in de volgende vlog of video. Doei doei!